In 1974 kwam Volkswagen met de Golf. Een nieuw type auto dat al snel door iedereen geïmiteerd werd. Dat bleek helemaal toen wij er de eerste compacte diesel van maakten. Want even later kwam iedereen met een kleine diesel. In 1976 brachten we onze Golf in een GTI-versie uit. Kort daarna kwamen ook de anderen met hun GTI's, GLI's, GSI's en GTTI's. 4 jaar geleden voorzagen we onze GTI van een 16-kleppenmotor. En de andere? U voelt hem al. En wat denkt u dat er gebeurde toen we de Golf op met ABS leverden? Tja,